Stel je ziet een leuke man, bijvoorbeeld in een koffiebar, en je vraagt je af of hij jou wel ziet zitten. Hoe fijn is het dan dat ik als professional datingcoach stiekem meekijk? Ik vertel je dan precies wat zijn gedrag betekent, zodat jij exact weet of hij jou leuk vindt. Dat scenario hebben we in deze video voor je uitgespeeld. Hij komt wel erg dichtbij zitten. Wat betekent dat, Matthijs? Dit is een overduidelijk signaal. Weet je hoe moeilijk het is om te flirten van veraf? Hé, hey, mooie ogen! Dat werkt dus niet. Door dichtbij jou te zitten, verhoogt hij de kans dat er een gesprek ontstaat. Het lijkt alsof hij de meest leuke berichtjes leest op zijn telefoon. Maar hij kijkt steeds een beetje naar mij. Wat betekent dat? Zou jij het eng vinden om zomaar een aantrekkelijke vreemde aan te spreken in een stille koffiebar? Hij ook. Dus test hij jou even. Kan hij jouw aandacht trekken op een veilige manier? Negeer je hem of merk je hem op? Misschien gaat hij extra ruim zitten of begint hij overdreven hard te lachen. Soms begint zo'n man net iets te luid te spreken of bellen. Hé, hey, Ilan. Ja, man. Hé, hey. goed, met jou. Hé, hey, trouwens, even tussendoor. Die 3 miljoen, biljoen, triljoen, biljoen deal, hè, van woensdag. Kan die ook naar donderdag? Ah, ja. Ik zie het. Sorry, weet jij toevallig de wifi-code? De code staat op de menukaart. Waarom vraagt u dat aan mij? Goed nieuws. Het is niet alleen een hele leuke man, maar ook een slimme man. Waarom opstaan, naar de barman lopen, als hij nu een perfect excuus heeft om met jou te praten? Een indirecte opmerking is veel veiliger dan een direct compliment geven aan jou. Andere variaties zijn bijvoorbeeld dat hij om de tijd of de weg vraagt of welk lullig excuus hij ook kan verzinnen. Dus hoe lang studeer je eigenlijk? Of studeer je überhaupt? Nou... Wat studeer je? Ik studeer... Oh, hou je trouwens van donuts met of zonder glazuur? Waarom wil hij dit allemaal weten? Hij neemt een interview af omdat hij geen idee heeft waar hij over moet praten. Dus wat doet hij? Hij stelt de ene na de andere vraag in de hoop dat dit het gesprek gaande houdt. Goed teken dus, ook al komt het een beetje onrustig over. Ja, dus ik zei tegen mijn neefje van 4, geef hier die appelmoespot. Dus ik draai hem in één keer open. Ik ben ook veel sterker dan hij. Waarom vertelt hij dit verhaal tegen mij? Omdat hij graag wil dat jij hem mannelijk en stoer vindt, dan zit hij een beetje op te scheppen. Zoals een vrouw haar oog accentueert met oogschaduw, dikt hij bepaalde eigenschappen aan waarvan hij denkt dat jij ze aantrekkelijk vindt. Zoals hoe goed hij gitaar kan spelen of over zijn prestaties op werk. Zie het als een onhandige poging om indruk te maken. Dus wat is eigenlijk jouw lievelingskleur? Ah, zie hoe hij zijn lichaam positioneert? Als een man de afstand tussen jullie verkleint, dichterbij komt zitten of sterk inleunt als hij tegen je praat, is dat een subtiel signaal dat het tot je aangetrokken is. Zoals we afgestoten worden door de dingen die we onaantrekkelijk vinden, denk aan hoe je een stapje terugneemt. Bij het ruiken van een onplezante geur is het tegenovergestelde ook waar. Wanneer we iets lekkers ruiken, gaan we op het puntje van onze stoel zitten. En waarom kijkt hij zo naar mijn lippen? Oelala, ik denk aan zoenen. Maar hij twijfelt. Logisch, want hij wil niet dat ze hem afwijst. Dus wanneer een man soms net iets te lang naar je lippen staart, is hij in zijn hoofd de afweging aan het maken of dit het juiste moment is om te zoenen. Is
Is het niet heerlijk om te weten of een man je leuk vindt? Of nog belangrijker, of hij serieus interesse heeft in een relatie? Daarom toon ik in mijn online cursus hem krijgen en houden hoe je kunt weten of jullie contact de goede kant op gaat en of hij serieus klaar is voor commitment. En mocht het nou zo zijn dat het toch allemaal wat langzaam gaat of dat hij verwarrende signalen afgeeft, dan heb ik een script. Een kant-en-klare tekst die ervoor zorgt dat hij definitief voor jou kiest. Ga naar www.hemkrijgenenhouden.nl voor meer informatie over dat script. Of ga naar de beschrijving en klik op de link. Dan zie ik je daar.